Helemaal, in deze video heb ik een New York shoplog voor jullie. Het is niet alleen maar New York, er zitten ook een paar andere dingetjes bij die ik heb gekregen of gekocht. Maar die wil ik jullie toch heel erg graag laten zien. En without any further ado, let's get started. Een vriend van mij die in New York woont, hij is de founder van een heel cool horloge en zonnebrillenmerk. En dat merk heet Captain & Son. En ik kreeg een horloge voor papa, hij had een horloge voor papa gegeven. En die wil ik even laten zien, want ik draag hem zelf ook heel graag. Hij heeft een hele mooie rubberen band en dan is de wijzerplaat helemaal zwart. Hier het kleine logootje, ik heb hem net zo met een ankertje erbij. Ik heb dit horloge gekregen van mijn vader en ik draag hem af en toe. En ik wilde hem toch eventjes laten zien in deze shoplog. Ben je nou benieuwd naar de items die zij verkopen? Ik zal eventjes een linkje naar hun Instagram en naar hun webshop in de beschrijving zetten. Zeker even kijken of volgen op Instagram. Hun feed is zo fucking prachtig. Niet te doen. Dan heb ik hier ook nog een zonnebril. Die zit in deze hele mooie blauwe hoes. En dan is dit het model. Ik weet niet precies hoe die heet. Maar hij heeft een schildpadprint of zoiets. En dan nog een gouden... band, heel simpel. En dan zit er nog een koordje bij. En dan ziet hij er zo uit. Ik krijg hier serieus vaak complimenten over als ik hem draag. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ja, dit is hem. Hij is gemaakt in Duitsland. Of designed in Duitsland. Captain & Son heeft hele mooie zonnebrillen en horloges. Dus ik zou zeker eventjes een kijkje nemen. En ja... Ik ben helemaal verliefd op ze. Dan ben ik weer bij Bath & Body Works geweest. En dat is een van mijn favoriete winkels in Amerika. En daar heb ik weer hand sanitizers gekocht. Dit is volgens mij Champagne Sparkle. Frye Warm Vanilla Sugar. Hele populaire geur is dit. Raspberry Rosé. Of Bonjour Raspberry Rosé. En Peach Bellini. Dan had ik ook nog drie... Dan had ik ook nog drie handcremes gekocht. Eentje heb ik aan mijn oma gegeven. Dat was de Warm Vanilla Sugar geur. En dit is Aloeha. Met aloe vera, shea butter. En dit is Sweet as Strawberries. En het is gewoon aardbei. Heel erg lekker zijn deze. Dan heb ik nog twee cosmetica dingetjes gekocht in Amerika. Heel erg saai. Ik heb mijn favoriete mascara gekocht. Krijg ik altijd heel veel vragen over. Dit is de mascara die ik momenteel op heb. Dit is de Chanel Le Volume in bruin. Nummer 80 bruin. Ik vind bruin altijd wat mooier en subtieler dan zwart. En deze heb ik volgens mij voor $30 iets in die richting gekocht. Heel mooi borsteltje. En gewoon heel erg simpel. Heel erg prettig vind ik deze. Wil je investeren in een iets duurdere mascara, dan kan ik deze zeker aanraden. Want deze is heel erg fijn. Dan heb ik nog de Instant Age Rewind concealer gekocht van... ik wilde Metallica zeggen, wat? Van Maybelline dus. En ik had hier zoveel goede verhalen over gehoord. Dan zit hier een sponsje en dan komt er zo de concealer uit. Hele fijne substantie vind ik dit. En het blendt ook heel erg mooi uit. Het is heel erg lichtgewicht. Of hoe zeg je dat? Het is heel erg licht op de huid. Maar het geeft toch hele goede dekking. Ik heb volgens mij gehoord dat je deze nu tegenwoordig ook bij de Ethos kan kopen. En je kan ze ook voor volgens mij 8 euro per week kan kopen. Alleen volgens mij verder niet meer heel erg in de winkels. Als je handen erdoor kan krijgen, dan zeker eentje meenemen. Dan heb ik nog 3 items bij Brandy Melville gekocht, mijn favoriete kledingwinkel. Om te beginnen met de dingetjes wat ik nu aan heb. Het allereerste stopje is see-through en heeft dan een soort van kleine glitter erin. Ik heb hem in zwart gekocht, had hem volgens mij ook nog in het roze, maar ik vond zwart toch net iets mooier. En met lange mouwen, je had hem ook met korte mouwen. Ik heb hier alleen een BH'tje eronder, maar je kan er ook gewoon natuurlijk een hemdje onder doen. Of je doet er bijvoorbeeld een jurkje overheen, kan allemaal. Ik vind het zo best wel leuk en sexy staan, dus ik draag het op deze manier. Maar je kan het natuurlijk dragen zoals je wil. En ik heb volgens mij hiervoor $20 betaald. Dan heb ik nog deze trui gekocht. En deze is ook van Brandy Melville. Hier heb ik volgens mij $42 of $44 voor betaald. En hierop staat New York en dan USA. Op de zijkant staat dan een vlaggetje. Heel erg leuk. En ja, gewoon een hele mooie donkerblauwe trui. Niet heel erg bijzonder. En dan heb ik vervolgens ook deze rode trui. En hier staat USA op. Heel erg simpel. Super mooie, lekkere warme trui. Zelfde model. Alleen dan in een andere kleur en een andere print erop. Vervolgens mocht ik ook nog wat dingetjes bestellen bij Lopies. Dus ik heb om te beginnen dit hele basic witte shirtje met twee kersen op je boobs. En vind ik heel erg leuk. Gewoon lekker vrolijk en zomerachtig. Beetje controversieel, maar daar hou ik wel van. En dat is deze. Vervolgens heb ik ook nog deze mooie rood-oranje-achtige broek met streepjes op de zijkant. Ik zag dat Masha deze ook al had. En ja, ik vind hem gewoon heel erg leuk. Hij is voor mij alleen een heel klein beetje aan de grote kant. Maar dat kan gebeuren. Maakt niet heel erg veel uit. En hij is een beetje hoog water en dat vind ik ook best tof. Dan heb ik nog dit hele leuke rode blouseje die je ook wel kan zien in mijn New York snoep proeven video-achtig iets. En gewoon heel erg simpel rood hemdje wat je kan dragen als spijkerbroekje of een rokje. Alles heel erg simpel, maar toch even zo'n kick aan een saaie outfit. En dan als laatste nog dit hele leuke luipaard blouseje. Dit is een beetje... ja, niet iedereen vindt het leuk, maar ik vind het in ieder geval heel erg leuk staan. Een beetje chic. Je kan het
omhoog dressen, maar ook een beetje down dressen. En ja, gewoon een hele mooie simpele witte blouse. Mooi stofje, zit lekker, zit mooi. Dus dat is deze. Dan mocht ik ook weer dingetjes uitzoeken bij MostWanted.nl. Ook heel erg lief. En om te beginnen heb ik hier dit hele mooie mesh shirtje. Een beetje hetzelfde als wat ik nu aan heb. Alleen dan in het roze met bloemetjes erop. Super leuk. Dan heb ik nog dit broekje met sterretjes erop van leer. Ziet er heel erg leuk uit. Geeft wat meer textuur en een saaie outfit. En ja, is toch lekker zomers. Lekker in het zwart en met leer. Dan nog een kort broekje. Dit is namelijk een spijkerbroekje met een hele leuke tribal-achtige rode rand aan de zijkant. Heel erg lekker en past heel erg mooi. Slaat het bij mij heel erg mooi aan. En het is niet een al te kort broekje wat ik heel erg prettig vind. En ja, ik vind deze heel erg leuk. Echt heel erg leuk. Dan nog een BH'tje. Gewoon super simpel. Heel erg mooi en lief. En ja, tot die. Vervolgens nog een jurkje waar ik aardig wat vragen over kreeg. Omdat ik in een Instagram foto aan had. Maar dat is een spijkerjurkje met die off the shoulders. Is dan een heel erg mooi geborduurd patroon erop. Van MostWanted.nl dus. En dat is die. Dan heb ik nog deze hele mooie jurk. Deze kan je binnenkort ook zien dat ik hem ga kopen in de New York vlogs. Maar dit is een hele mooie jurk van de Zara. Deze heb ik voor $28 kunnen kopen of zo. Je vindt het of heel geweldig of je vindt het helemaal niks. Ik vind hem geweldig. Het topje is, is gewoon wit. En dan is de jurk, of noem dat de rok, is dan van rood gestreept wit materiaal. Heel erg mooi, maar het is heel erg rauw afgeknipt. Dus het is niet mooi afgewerkt, maar dat vind ik persoonlijk echt een hele leuke touch geven. En ja, ik vind deze echt heel erg leuk. Ik had deze aan haar modeshow naar een feestje 's avonds. En ja, ziet er echt super mooi uit. Oh mijn god, ik ben echt verliefd op deze jurk. En dan als laatste heb ik nog wat dingetjes bij Romme mogen bestellen. Hier ga ik ook een beetje snel doorheen, want het is echt super veel. Om te beginnen heb ik deze mega mooie tas. En deze kon je net ook al zien. Rood met gouden details erop. Ik heb hier mijn Bath & Body Works dingetje eraan hangen. Gewoon zodat ik dan altijd hand sanitizer bij de hand heb. Hij heeft een gouden ketting eraan om over je schouder te hangen. En dan is hij gewoon heel erg redelijk ruim voor een kleine tas. Van binnen alles past er in twee vakken. En dan hier nog een klein ritsje. Heel erg prima. Ik weet trouwens niet waar dit goed voor is. Dus als iemand dat mij dat kan uitleggen, dan heel graag. Maar dat is dan deze tas. Dan een simpel zwart shirtje met San Francisco erop. En wat knipjes erin. Gewoon heel schattig en simpel. Voor op een spijkerbroekje bijvoorbeeld. Dan heb ik deze hele mooie body. Ik weet niet wanneer ik deze ga dragen. Want er zitten geen... Oh wacht, er zitten wel drie knopjes op. Ik was er heilig van overtuigd dat er geen drukknopjes onder zaten. Dus dat ik dan naakt op de wc moest gaan zitten. Hoeft dus blijkbaar niet. Ik zal hem nu vast zeker een stuk vaker gaan dragen. Maar hij heeft hier van die leuke dingetjes op de mouwtjes. En hij is roze. En heel schattig. Simpel kropt hemdje. Heel erg leuk voor zomer, slapen, alles. Lekker zonder BH erin. Winning. Dan heb ik dit hele leuke, doorzichtige shirtje. En deze heeft van die roosjes op je boobies. Pardon. Korte mouwtjes, heel lief en leuk voor met een BH'tje eronder of zoiets. Echt heel schattig. Dus deze. Dan nog een simpele skort. Een skort is een broekje met een rokje aan de voorkant en een broekje aan de onderkant. Dus als je het vanaf de voorkant ziet, dan lijkt het alsof je een rokje aan hebt. En vanaf de achterkant heb je gewoon een broekje aan. Heel leuk en simpel. Ook leuk voor onder een rokje bijvoorbeeld of een jurkje bedoel ik. Zodat als je rokje omhoog gaat, dat je dan niet alles ziet. Heel makkelijk. Dan heb ik hier de body in kwestie die je niet dicht kan klikken. Ik heb hem net weer binnenstebuiten gevouwen, Gozer. Dan heb ik hier de body in kwestie waar je naakt voor moet zijn als je wil plassen. Want hier zitten geen drukknopjes in aan de onderkant. Maar dit is heel erg mooi. Ik ga dit nu even heel secuur uitleggen. Dit gaat zo over je boobs en dan heb je dit zo beneden. Super sexy, echt heel mooi. Ik wilde een video gaan opnemen over hoe je boobs kan contouren. Dus wil je dat zien? Laat het dan zeker eventjes weten. Want daar is dit echt heel erg mooi voor. Dus misschien kan ik dat dan als extra video opnemen. Laat maar weten. En dan doe ik het waarschijnlijk wel. Ik doe het waarschijnlijk toch wel. Maar ja, boeien. En dan als laatste dit super mooi jurkje. Deze is super mooi en heeft blauw met witte streepjes. Een beetje knoopjes aan de voorkant. En dan ja, gewoon een paar pofmoutjes. Lekker kort. En prima voor de zomer. Leuk verhaal. Ik was zaterdag met een vriendinnetje aan het opnemen voor een film. En toen had ze dit jurkje gezien en toen had ze hem ook gelijk besteld. En die was woensdag al binnengekomen. Dus die heeft er maar 4 of 5 dagen over gedaan om te versturen via Romme. Supergoed. Maar dat is deze. En dit is een van mijn favoriete jurkjes van het moment nu. Dan heb ik nog weer een paar schoenen besteld bij Romme. Ik heb de net Balenciaga's weer besteld. Ik heb weer een paar neppe Gucci's besteld, want die vind ik echt heel erg leuk. Dan heb ik nog een paar slippertjes besteld. En dan als laatste nog een paar hakjes. Allemaal
allemaal heel erg leuk. Ik ga ze niet filmen met mijn voeten erin, want mijn voeten zien er echt disgusting uit momenteel. Dus veel plezier met dat op je netvlies. Maar ja, dan was dat de video. Dan kan ik me nu gaan storten op het aan- en uittrekken van 30 kledingstukken waar ik totaal geen zin in heb. Maar alles voor de video. En dan wil ik je hartelijk bedanken voor het kijken. Dan hoop ik dat je het een leuke video vond. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik je hartelijk bedanken voor het kijken. En dan zie ik je snel weer. Hasta la vista, muchachos. Keep pressing on, never give up, because we got